Op de bank, Job Elsen. Yes. Leuk dat je hier naartoe bent gekomen. Allereerst complimenten voor de teksten die ik van jou op het internet vond. Je hebt een aantal artikelen geschreven voor het tijdschrift Inzicht. Hoe kwam dat zo? Ik vond het leuk om te schrijven sowieso. En vrienden van mij hebben dat tijdschrift. Ik heb het zelf niet. En ik dacht, wauw, wat leuk. Wat een leuk thema. Daar ga ik over schrijven. Ja. En dat heb ik denk ik 4, 5 keer gedaan. En op een gegeven moment dacht, maar ik kan dat natuurlijk ook gewoon proberen te laten plaatsen. Dat is ook wel leuk. Ja. Want ik kreeg positieve verhalen over mijn verhalen. Ja. Dus nou ja, heb ik het een keer in een bevlieging heb ik het opgestuurd. En gevraagd van, is dit, nou misschien is het plaatbaar, misschien heb je er wat aan. Ja. Het gaat over het thema van deze maand. En toen zei Han of iemand anders van de redactie, Han. Prima, dat gaan we doen. Ja, ja. Maar er is nog geen boek van jou. Nee, er is nog geen boek van mij. Is dat niet eens iets dan, Job, als jij zo goed kan schrijven? Ja, ik vind het heel leuk, maar voor mij voelt zo'n stukje schrijven als een soort kunstwerkje. Ja. Dus als je mij een thema geeft, dan ga ik heerlijk lekker, nou, wat voor woorden komen er boven en dan rolt er wat uit. Dus dan zou het, denk ik, een boek worden met allemaal stukjes. Oh ja. Allemaal laadjes met een inhoud. Of ik zie zo'n chocoladefabriek voor me. Allemaal laadjes met andere soorten en vormen en kleuren chocola. Ja, nou wie weet komt het er nog van. Ah ja. Ja. Je bent nu 61. Ik ben 41. Ik heb laatst gesproken met Bob Richter. Die is 81. Ik vind het prachtig om 81? Te zien hoe zeg maar... die ken ik niet trouwens. De man die heeft een boek geschreven Zendtijd. Is een jazzmuzikant. Maar ik vind het prachtig om te zien hoe dan zeg maar... drie soort van generaties hiermee bezig zijn. Ja. In het begin vraag ik altijd even, hoe is Advaita op jouw pad gekomen? Kun je daar iets over vertellen? Ja, het is begonnen in 1994. Dus dat is ook al wel even geleden. Toen was ik in Amerika. Ik werkte toen voor mezelf. En toen ben ik naar een congres gegaan over het Enneagram. Mm-hmm. Ken je denk ik wel, hè? Ja, even voor mensen die niet weten wat dat is. Het is een methode wat 9 persoonlijkheidstypen beschrijft. En ik testte een hoop mensen en die moest ik dan op verschillende functies plaatsen. Dus ik had al behoorlijk wat kennis van allerlei testmethoden, selectiemethoden. En toen was ik een keertje bij mijn zus in Enschede volgens mij en ik liep daar in de bibliotheek binnen. Zij moest daar zijn en ik zag op een plank staan het Enneagram. Geschreven door Lisette het Hoofd. Jou wel bekend. Ja. Nou, dat is interessant. Even kijken. Nou, ja, dat was het. Dat is boeiend. Die moet ik hebben. Dat kan ik gebruiken voor mijn werk. Nou, ik weet niet hoeveel tijd daarna, maar vrij kort denk ik daarna, ben ik naar Amerika gegaan. Dat was de First International Enneagram Conference. Oh, conferentie. 1994. Ja? Heel tof, heel tof. Want alle grote jongens en meisjes van het Enneagram zaten daar toen. Mm-hmm. Nou, allemaal lezingen, voordragen en zo. En dat was op Stanford University. Nou, dat is prachtig. Daar zat ik op de campus. En iedereen zat op de campus. Maar na die 5 dagen, ik weet niet precies, vertrok iedereen. Maar mijn vliegtuig ging pas 1,5 week later. Dus dan zat ik opeens in mijn dode up op die campus. Ja. En er was niks en niemand. Behalve een boekenzaak waar je ook koffie kon drinken. Ah. En wat lag er in die boekenzaak? Op de grond, als je binnenkwam, 2 meter nadat je binnenkwam, denk zulke hoge stapels. En er lagen 2 boeken, die waren allemaal dus hoog opgestapeld. Ja. Wake Up and Roar, deel 1 en deel 2. Ja. Volume 1, volume. Van over Ponchatje. Ja. Geschreven door Eli Jackson Baer, weet je wel? De man van. Van Kankatje. Yes. Die ik overigens allebei heb gezien. Toen bij dat Enneagram kon. Die waren daar ook? Ja, want hij had ook iets geschreven. Hij had zo'n dik boekwerk geschreven nog in een soort paperback-achtige uitgave. Over het Enneagram. Dus hij was er ook mee bezig. Nou ja, en ik had niks anders te doen. En ik zat in mijn eentje op die campus. En dus ik heb die 2 boeken gekocht. En daar begon het mee. You're free, was geloof ik de eerste zin. You are already free. Nou, daar moet ik meer van weten, want zo voelt dat natuurlijk even niet. Nee. Nou ja, afijn, en dat was het begin. Ik wist niet eens wat roar betekende. Wake up and roar. Brullen. Brullen. Ja.
Want daar stond een mooi verhaaltje van in dat boek. Ja, nou. Ja, wat stond er in? Er stond in dat er een wasman, zoals dat vroeger heette, een man die de was deed voor mensen in de rivier, die had ezeltjes. En met zijn ezeltjes ging die met de was over hun rug naar de rivier en hij wassen en boenen en weet ik veel wat en dan weer terug op de rug. Tot er op een gegeven moment een welpje uit het bos komt gelopen. En het trieste verhaal wilde dat het welpje uit de opengesneden buik van zijn moeder was gesneden door jagers die, bij wie het alleen maar ging om het vel van die moeder kennen. Dus dat welpje was moederziel alleen. En dan, nou, afijn, die wist ook niet waar hij heen moest, maar die kwam dus op een gegeven moment aanwandelen bij die wasman. Nou, die wasman heeft zich natuurlijk, hè, zo hoort dat, liefdevol over dat typje ontfermd. En dat welpje grootgebracht, hè, gevoed enzovoort. Dus dat kleine leeuwtje, die was gewoon deel geworden van het gezelschap van hem. Dus die liep daartussen de ezels. Die at gras als de ezels. Die blerde, hoe noemt een ezel? I-A-I-A. Die I-A-de, balkte. Ja. Die balkte met die ezels mee. Nou, niks aan de hand, hè. Heerlijk, gezellig, lekker. Tot er natuurlijk op zekere dag zo'n enorme leeuw, zo'n kop, zo'n manen, uit het bos komt en denkt: Wat zien we nou? Ja. Kijk nou wat. Hè? Daar loopt een leeuw. Tussen al die smakelijke hapjes. Wacht even, hier moet ik eens mijn van eten. Ja. Dus die zet het op een lopen. Die sprint naar die typjes toe. En dat leeuwtje, net als natuurlijk die ezels, die schrikken zich helemaal het lem laten. Dus die rennen weg. Nou ja, dus die leeuw natuurlijk, kwam dat wel te pas. Dus die sprint nog even iets harder. Springt bovenop dat kleine leeuwtje. Waarop dat kleine leeuw zegt: oh, meneer, alsjeblieft, maak me niet dood. Maak me niet dood. Ik ben maar een simpel ezeltje. Maak me alsjeblieft niet dood. Ezeltje, zei die leeuw. Mee jij, en grijpt dat beest bij zijn nekvel. En ze lopen samen naar de rivier die vlakbij was. En dan kijken. Kijk hier in het water. En wat zie je? Ja. We zijn hetzelfde. Dus nou, de oproep was: hey joh, wake up and roar. Ja. Brullen jij in plaats van dat gebalk. Ja. Nou, ja, prachtig. Dat was het verhaal. Dat was een heel, heel leuk verhaal. Ja, en dat maakte indruk. Dat maakte indruk. Dus jij stapt in, als een ander mens in het vliegtuig terug naar Nederland. Ja, want als ik dan eenmaal zo'n boek heb, dan kan ik het niet meer loslaten. En ik heb het sindsdien ook niet meer losgelaten. Ik heb door veel meer boeken gelezen over Advaita, maar dat was het. Maar toen kwam er trouwens iets tussendoor en dat was Byron Katie. Hoe dat precies kwam, weet ik ook niet meer. Iemand bood Advaita yoga aan. Ik dacht, nou, dat klinkt leuk. Dus met mijn vriendin, hup, samen, daar naartoe een weekend. En die zei, ik kom net van Byron Katie. Die heeft in Amerika een 3-weekse opleiding of zo gegeven. En die komt naar Nederland. En deze wat van verteld, hè, voelen, ervaren. Ja. Dat had zij in haar Advaita yoga verwerkt. En mijn vriendin en ik hadden allebei zoiets van: ja, dat voelt goed. Yes. Ja. Dus toen hebben we inmiddels een twee weken durende opleiding bij Byron Katie gehad. Katie zeggen we gewoon. Ja. In the work. Ja. Ja, het was dus de school of the work. Ja. Ja, 2 weken lang met Katie van 8:00 tot 11:00 in een zaaltje. In een mooi kapelletje. En de hele dag de work doen. Ja, die 4 vragen. Die 4 vragen plus de omkering. Ja. En dan zien wat er gebeurt. Zien wat er opkomt. Maar dat was heel angstig, Patrick. Want die na de eerste dag, volgens mij al heel snel. We zaten in de zaal en Katie zat daar. En Katie zat te vertellen en stelde vragen aan mensen. En om mij heen begonnen mannen en vrouwen op de grond te vallen en met een soort oerschreeuw te liggen, te krijsen. Dus er kwam echt een oerangst boven. Nou, Katie, dan een hele rappe dame, die vloog dan van boven naar beneden. Ja. Die ging naar die persoon en die deed dan nog even zo: doe maar, kom maar, laten we maar gaan. En ik dacht, oh jezus, als mij dat maar niet, ik wil daar niet zo op de grond komen te liggen met dat. Dus ik werd er behoorlijk bang van.
wat maakt dit allemaal los als ik dat maar niet hoef? Ja. Dan ga ik af of weet ik veel wat, al dat soort angstgedachten. Maar gelukkig gebeurde het niet. Maar het zette wel de stemming. Het gaf wel aan wat de sfeer was die 2 weken lang. Het is echt met een fileermesje. Nou, ik zeg hier, nou het voelde hier, maar het werd natuurlijk hier gedaan. Ja. De uitspraak van Katie is altijd heel mooi. Oké, stel jezelf de vraag, hè, van nou, mijn vriendin moet niet zo verliefd naar die andere mannen kijken. Is dat waar? Stel de vraag met je hoofd en laat je hart antwoorden. Let it merge. Let it merge. Is dat lange vingers, lange? Nou, let it merge. Ja. Dus ja, hier zit de onrust, hier zit de angst, hè? De angst voor jaloezie. Mm-hmm. Oké, stel die vraag, loop er niet voor weg, want dat is natuurlijk wat we geneigd zijn te doen. Ja. Het organisme loopt nu onmiddellijk weg van iets wat hij niet wil. Blijf. Stel die vraag. Benoem het. We moesten het ook opschrijven, want anders gaat die vraag gaat wankelen, weet je wel. Ja, nou ja, soms dan. Ze moet wat minder naar die mannen kijken. Nee, mijn gevoel was gewoon, GVD, mijn vriendin moet niet zo naar die mannen kijken. Oké, dus die schrijf je op. Ja. Anders ga je alweer lopen marchanderen natuurlijk met wat je, met die overtuiging die jou bij de keel geeft. En laat het dan gewoon in stilte binnenkomen. Kijk, als je vraagt aan het denken, is dat waar? Dan zeg je, ja, natuurlijk is dat waar. Ja, want het denken verzint natuurlijk die overtuiging. Het denken verzint onze pijn. Het denken verzint onze pijn. Ja, dat is de enige creator die er is. De enige schepper van alles wat we kennen, denken, voelen, zien, ervaren, ons herinneren, verwachten, is het denken. Dat hadden we nog nooit bedacht natuurlijk. Nee, dat niet, nee. Maar daar werd het zo glashelder duidelijk dat natuurlijk, je voelt de weerstand, je durft er al niet naar te kijken. Want je bent om te beginnen nog vol van de emotie van het gevoel van jaloezie richting je vriendin. Ja. En dat was ook echt zo bij mij, want daar was een heerlijke open sfeer en iedereen hukte elkaar. En, oh, wat zijn we allemaal blij en vrij. En jij dacht, wegwezen hier. Ik dacht, kijk nou wat. Het is wel mijn vriendin, hè? Dus ik voelde me erg benauwd. Ja. Maar ja, ondertussen natuurlijk, goed, we zijn bij Katie. En kunt je niet laten gaan. Ik kan niet boos worden. Dat heeft allemaal gezin. Dus, oké, de sfeer was er ook om erin te durven duiken. Dat was natuurlijk heel belangrijk. Want die geest wil gewoon weglopen. Ja. Ja, het is toch duidelijk, zoals ze kijkt, zoals ze zich aanbiedt aan die man. Afijn, wat die geest allemaal verzint. Ja. En daar opplakt wat daar totaal niet aanwezig is. Maar goed, je gelooft wat je denkt en niet wat je ziet. Tenzij wat je ziet door het denken gepakt wordt. Mm-hmm. Dus die vraag die jou tackelt en waardoor je totale dag, je leven lang verknoeid kan worden. Oké, die mocht er zijn. Oké. Angstig, maar goed, we gaan de proces in. Vooruit maar, heb maar even lef. Ja. Nou, onder haar bezienende leiding ging dat. Oké, zegt dat denken. Natuurlijk is het waar dat zij dat doet. Oké, dan kwam natuurlijk de tweede vraag. Ja, hallo, dat weten we dan wel. Kun je zeker weten dat het waar is? Kun je zeker weten dat haar gedrag jaloersmakend is? Ja, als je zo aandringt, kan ik het zeker weten. En dan begon het al, hè? Dan zakte je dus in de stilte, zal ik maar zeggen. Ja. Je gaat als het ware, je komt onder die stromende orkaan, die rennende geluiden en die onrust van het denken terecht. Ja. Is het waar? Kan ik het zeker weten? Nou, ik weet het wel, maar of ik het ook zeker kan weten. Kan ik? Je wilt terug naar boven? Nee, naar beneden. Naar beneden. Nee, ik kan het niet zeker weten. Oké. Ja, maar. Nee, ik kan het nog steeds niet zeker weten. Nou, daar zit een fantastische overgang en dat doe je niet. Die overgang is omdat je niet doet, omdat er geen doen is. Ja. Niet omdat jij iets laat, maar omdat er op dat moment geen grijpen is. Er is gewoon, godzakke, ik weet het gewoon niet. Nee. Ik zou het willen weten. Mijn hoofd zegt dat ik het weet. Ja, maar het is niet zo. Het is niet zo. Er is dus een andere werkelijkheid dan mijn hoofd mij voorspiegelt. Ja. En dan de derde vraag om de zaak een klein beetje
beetje basis te geven. Hoe leid je je leven als je die gedachte gelooft? Dus als je gelooft dat zij zich zodanig opstelt dat ze terecht mijn jaloezie zal oproepen. Ja. Hoe leid je leven als je die gedachte gelooft? Wel, voel maar. Dus dan komt opnieuw, zeg maar, dat. Dan is er ruimte voor dat gevoel. Dat wordt dan al minder overschaduwd door het denken die dat allemaal wil benoemen en pakken en wegduwen. Ja, dat voelt gewoon heel, heel afschuwelijk. Dan ben ik boos, dan creëer ik afstand. Dan wil ik haar, ja, weet ik veel, ik wil er wat aandoen. Of ik wil er hier wegtrekken. Of ik wil die gasten naar wie ze zo lief lacht, wil ik wat aandoen. Dat kan me niet schelen. Maar zo leid ik dan feitelijk mijn leven. Dus dan ben ik daar, ik ben weg. Er is geen voelen, er is geen aanwezig zijn, er is gewoon niks. Er is alleen maar denken. En die denkbobbel, die pakt mij vast en die wil mij sturen. Oké. En dan was de vierde vraag. En hoe ziet je leven eruit zonder die gedachte? En dan zei ze altijd nog bij, ik vraag je niet om die gedachte los te laten. Hè? Want daar gaat het helemaal niet om. Nee, maar hoe ziet je leven eruit zonder die gedachte? Dat had ik nu inmiddels bij die tweede vraag, had ik dat ervaren. Zonder die gedachte, als ik hem dus niet geloof. Dan is er niet veel aan de hand, hè? Dan is er helemaal niks aan de hand. Dan is het heerlijk, dan is het. Ja. En hoe kijk je dan naar je vriendin? Ik bedoel, daar worden dan, hè, ze was meester, meesteres, is nog steeds in het vastplakken van haar. Hoe kijk je dan naar je vriendin? Dat is gewoon een heerlijkheid. Ja. En hoe kijk je dan naar de jongens die zij dan schijnbaar zo lief zou aankijken. Er is ook niks mis mee. Ja. Oké. En hoe voelt het dan om op zo'n manier naar het leven te kijken? Ja. Nou, fijn. En dan kwam natuurlijk de omkering. Nou, die was ook heftig. Jij was jaloers. Of ik begeerde. Jij begeerde. Ik begeerde. Ik wilde een ander ook zo aankijken. Ik wilde dat een ander mij zo aankeek. Ja, ja, ja. Is dat ook waar? Ja. Of is dat waar? Precies, ja. Of is dat net zo waar? Zei ze dan altijd. Ja. Hield altijd een beetje een verzachtende achterdeur open. Ja, wat riep dat op? Nou, omdat ik het enneagram had gedaan voor die tijd, wist ik dus wat voor type ik was. Wat de beschrijving van mijn persoonlijkheidstype een van de negen was. En dat daarbij was? Ja, dat is een half boek vol kunnen overschrijven. Kun je niet zeggen romanticus? Nou, perfectionist was dan de naamgeving. Oh, ja. En als perfectionist heb ik als drijfveer, want dat zit gewoon in dit apparaatje, dus dat zit er gewoon nog natuurlijk heerlijk in. Mm-hmm. En het hoeft gelukkig niets meer weg. Ik wil het goede doen. Ja. Ik wil doen wat goed is. Ik wil goed zijn. Ik wil aardig zijn. Ik wil doen waarvan ik denk, volgens dus mijn eigen normen en waarden, daar zit dus, daar wordt het tricky. Zoals ik interpreteer dat dingen goed zouden moeten zijn, zo wil ik leven. Dus zo moet ik met haar omgaan. Nee. Dus ik had al lang gezien en nou ja, met lichte tegenzin gedwongen geaccepteerd van ja, zo werkt dat echt hier bij dit typeje. Ja. Zo werkt het bij mij. Wauw. Dus de schok van hoe kennelijk de overtuigingen hier opgebouwd zijn en hoe ze eruit zien en wat hun inhoud is, die schok had ik al gehad. Dus ik kon nu eigenlijk betrekkelijk makkelijk accepteren van ja, ik ben jaloers, maar eigenlijk op die jongens die zo met haar omgaan. Ja. Op haar die zich zo heerlijk lekker aan die anderen geeft. Of het nou waar is of niet, maar dat is mijn verhaal. Ja. Dus dat is mijn verhaal. Zakken zeg. Dus waar het op neerkomt, ik zou graag andere vrouwen heerlijk aan de borsten willen voelen. Ik zou ze lekker dicht tegen me aan. Ja. Ik zou willen knuffelen. Ja. Wow. Ja, dan ziet het verhaal er heel anders uit opeens. Ja. Dus dan gaat alles wat je daarop plakt, wat het denken voortdurend projecteert, dat wordt dus gewoon teruggehaald naar huis. Dat zit hier. Ja. Oké, dan heb ik nog maar één ding op te lossen. Wat doe ik daar nou mee? Ja, geef ik daar gehoor aan? Wijs ik het af? Ja. Wat heb jij in jouw geval gedaan? Ben jij achter de vrouw aangegaan? Nee. Het mooie is dat op het moment dat het mag, dan valt de spanning eraf. Ja. Want het is juist het idee dat het niet mag en dat het die ander is die dat doet en ik niet, want ik ben zo'n braaf typeje. Ja. Nee, godverdomme, ik ben helemaal geen braaf typeje. Ik zou dat willen.
Ik zou lekker iemand in zijn billen willen knijpen of Ja. Oké, maar nou mag het. Oké. Nou, dat is interessant. Ja. Ja, dan valt de spanning valt eraf. Ja. En dan is het zelf zo, want die geest gaat je natuurlijk best helpen. Dat is geen boeman die me alleen maar op het verkeerde spoor zet. Nou jong, dan ga je dat toch doen. Als je dat wil, dan doe je dat toch. Ja. Nou, toevallig hadden we de volgende dag een sessie en ik had een prachtige vrouw. Ik weet niet of ze mij uitgekozen of ik haar. Hele mooie borsten. Het was heel warm, het was in de zomer. Het was in Capelle Put, een soort heidenlandschap. En wij hadden samen, deden we een sessie van... En wat gebeurde er? Zij trok haar blouse uit en zat in haar BH. En ik had ook mijn shirt uit. Ik zat in mijn blootje, blote bovenbas dan. Nou, hier heb je het dan. Alsjeblieft, op een presenteerblaadje. Ja, ja. Je mag nu grijpen. Ja, dat is toch wat je zo graag wil. Want daarom nam je het haar kwalijk. Je dacht dat het van haar was. Dat was makkelijker. Maar nu heb je het. Nu sta je er zelf voor. Toe maar, knul. Ja. Maar de knul deed het niet. En ik heb het haar verteld. Ik heb het die vrouw verteld. Ja. Ik zeg, nou, dit is een soort dilemma. Wat niet echt als een dilemma voelt. Maar, nou ja, dit is er gebeurd. En nu zitten we hier. Ik zeg, en ik vind je heel lief. En ik vind mijn vriendin ook heel erg fijn. En ik ben blij dat we hier samen zitten. En het is goed zo. Ja. Wat zei zij toen? Weet ik niet meer. Nee. Maar er is niks geks gebeurd. Nee, er is niks geks gebeurd. Nee. Maar goed, de work zouden we dus ook kunnen toepassen op, ik noem maar wat je nu heel veel hoort. Die vluchtelingen, die horen hier niet. Ja. Die vluchtelingen komen hier profiteren. Ja. Die vluchtelingen zijn gevaarlijk. Precies. Daar kan je dit allemaal op... Het gaat dus altijd over jezelf. Altijd. 100%. Ja. En het duurt even voordat het blijkt dat het 100% is. Voordat je dat wil aannemen. Ja. En daarvoor is de work dus een krachtige tool. Was voor mij een waanzinnige tool. Waanzinnig. Om gewoon die bouwstenen hier. Ja. Die wereld daar creëerde. En dus de afstand tot mij creëerde. Ja. Om gewoon te zien dat je die langzaam af kunt breken. Ja. En nu weet ik dat ik hem niet afbreek. Maar hij kan afgebroken worden. Ja. Maar... Het blijkt nu ook dat hij niet afgebroken hoeft te worden. Maar toen had ik het houvast. Ik als Jobje, ik kan die muur afbreken. Dus ik kan mij van mijn angst af helpen. Ja. En dat werd een nieuwe valkuil. Ja? Ja. Want opeens had ik nog weer veel meer werk. Ik hoefde nu niet alleen het brave Jobje te zijn wat niet jaloers mocht zijn. En de goede dingen moest doen. Moest. Mm-hmm. En in gesprekken met mijn opdrachtgevers... luisterend moest zijn en aardig en begripvol moest zijn. Nu had ik er een hele klus bij. Ik moest nu ook werken aan die overtuigingen die tegelijkertijd opkwamen terwijl ik in een gesprek zat met iemand. Ja. Nou, ik vind het eigenlijk een eikel. En volgens mij is hij helemaal niet geschikt om hier leidinggevende te zijn. En zit het probleem bij hem en niet bij zijn medewerkers. Ja, wacht, nou, dan moet ik eerlijk zijn. Nu moet ik er iets van zeggen. Ja. Moet ik nu al reageren? Oh, hoe zeg ik dat? Ja, maar ik ben bang dat ik mijn opdracht niet krijg. Dus ik had nu gewoon een extra pakket aan werk meegekregen. Ja. Dus ik werd nog onrustiger en nog moer van mezelf en van alles wat moest. Opnieuw van die geest. Overbelasting. Ja, want ik had de ene overtuiging nu aangeleerd, bijgeleerd, overgenomen. Ik kan mijn vraagstukken oplossen. Ah ja. En ik moet ze ook oplossen. Ja. Als ik ze niet oplos, is het niet goed. Ja. En dan, nou goed, dan zitten we langzamerhand in de kern van wat voor mij dan de Advaita is. En dat is? Er valt niks op te lossen. zei hij met een glimlach, ja. Er valt niks op te lossen. Nee. Nee, er is niemand die iets kan oplossen en er is geen vraagstuk. Die twee houden elkaar in stand? Absoluut. Ja. Ja. Ik ben er en omdat ik er ben, ben ik los van jou. Ja. Want jij bent iets anders. Dus ik ga me verhouden tot jou. Precies. En dat kan of prettig zijn, of het kan spanning geven. Ja. En in de werkrelatie, nou, dan kan het ook spanning geven, want dan verhoud ik mij tot jou als opdrachtnemer, tot de opdrachtgever. Of weet ik veel wat, hè. Of, leerling ten opzichte van de leraar voor de klas of wat dan ook. Dus er moet iets gaan gebeuren. Dus ik, ik,
ik moet dat sturen, ik moet bepalen hoe dat gaat. Ja. Of ik moet kijken of ik iets aan jou heb, of ik moet kijken dat je bedreigend voor mij bent en dat ik je op afstand houd. Enfin, dus ja. Er komt van alles bij. Dus het gevoel dat ik de stuurman ben, dus dat ik kan en moet bepalen wat hier gaat plaatsvinden, dat is de volgende onrust. Nou, dat geeft een hoofd vol. Ja. Dat weten we allemaal, denk ik wel. Ja. Dat geeft een hoofd vol gedoe en sturen. En dan komt de tweezijdigheid, de twijfel binnen. Ja, oké, ik zou nu eerlijk moeten zijn en zeggen dat ik denk, ja. Oh meneer, stop even voordat we verder gaan. Ik denk dat het probleem bij u ligt. Ja, maar misschien moet ik dat nu nog helemaal niet. Ja. Nou, van luisteren is dan niet echt heel veel sprake. Ik ben alleen maar met mezelf bezig. En aan het kijken, wat doe ik? Hoe moet ik hiermee omgaan? Ja. Nou, en dat is dan de voortdurende rol waar je in terechtkomt. Hoe moet ik omgaan met deze situatie? Ja. Onhoudbaar voor jou. Onhoudbaar. Ja. Dus je kwam in een crisis. Absoluut. Ja. Ja, nou, ik heb het nog 19 jaar volgehouden. Dat werk? Ja, dat werk. 12 jaar en daarvoor. Ja. 7 jaar het andere werk. Ja, dat kun je lang uitstellen. Hè? Ja, kun je heel lang uitstellen. Maar is het dan genade, Job, dat jou dat ten deel is gevallen, dat je inzag dat mindcircus, dat je dat niet verder ging helpen of dat je daar alleen maar onrustiger van werd? Of is het, ik bedoel, dat is altijd de grote vraag in Advaita. De ene leraar zegt, het is genade, het valt je toe. Ja. Andere valt het niet toe. Of kun jij zeggen, omdat je dat allemaal geprobeerd hebt, gaf het denken het ineens op? Ja, ik zou zeggen dat laatste. Er is, voor mijn gevoel is er alleen maar genade. Ook dat Jobje wat zo druk bezig was in het hoofd, of wat bezig was met zijn vriendin en de jaloezie daaromtrent. Ja, ook genade. Het is allemaal genade. Het is namelijk al, het krijgt een andere kleur. Het is namelijk gewoon wat er plaatsvindt. Het is al wat er plaatsvindt. Mm-hmm. Het is het leven dat zich op die manier wil leven. Ja. En daar zit geen Jobje in. Nee, het leven neemt al deze vormpjes aan. En die neemt die denkvormpjes aan. En het leven vindt het kennelijk leuk om dat te gaan begrenzen. En om daar afscheiding in aan te brengen. Ja. Ja, mijn vriendin is iemand anders dan ik. Ja. En wat ik denk, dat is wat ik ben. Dus daar moet ik iets mee, daar moet ik naar luisteren. Dat is richtinggevend, dat helpt mij om te gaan met deze situatie. Dat is ook de genade. Ja. Want nu blijkt het gewoon te zijn wat er plaatsvindt. Mm-hmm. En dat is de rust die in het verhaal sluipt. Er is niemand die ergens iets doet of iets zou kunnen doen. Laat staan iets moet doen. Want doen vindt plaats. Geen doener. Geen doener. Doen vindt plaats. Doen vindt plaats. Hier is niemand die spreekt. Daar is niemand die luistert. Ja. Heerlijk rustgevend. Het is wat er is. Ja. En dat betekent dat alles wat er is. We kunnen het dan toeval noemen. We kunnen het genade noemen. Dat is allemaal prachtig. Want het is nu gewoon een woord wat er verschijnt in wat is. Ja. Het is niet een hulpmiddel, een houvast, een richting aanwijzer, wat dan ook, om ergens te gaan komen. Ja. Nee, het is wat komt. Ja. Nu namelijk. Ja. En heeft dat jou, zeg maar, heeft dat jou, als we dan kunnen spreken even over jouw leven, heeft dat jouw leven dan 180 graden veranderd? Ben jij een liefdevoller instrument geworden? Nou, dat is echt een enorme valkuil. Daar heb ik heel ernstig mee geworsteld. Want ik vond natuurlijk dat toen ik dit dan zogenaamd had gezien. Ik heb het 12 keer mogen zien. Ik ben een erg trage leerling. Mm-hmm. 12 keer, paf! Ja. Kijk, zo ziet het eruit, knulletje. Kijk nou eens even. Waar zie jij jouzelf zitten? Wat is jouw rol? Ja. Op dat moment was er niemand, maar als je dan terugkomt uit zo'n ervaring, dan was het, my goodness, heb ik dat nou meegemaakt of niet? Het was het mooiste wat er ooit was. Het was overduidelijk dat het is. Mm-hmm. En over hoe afschuwelijk wat er nu is. Ik die denk dat er was. Ik wil nu alleen nog maar dat er is. Ja. Enfin. Dus wat er gebeurde was, als maar die druk om nou degene te zijn die het gezien heeft. Ja. Oh, weer een nieuwe grap in het spel. Ja.
Eerst moest ik goed en lief en braaf zijn. Toen mocht ik lekker alles projecteren op die ander. Oh shit, toen bleek het van mij te zijn. Nu bleek die ervaring ook van mij te zijn. Want dat dacht ik. Mm-hmm. Dus dan ben ik iemand die toch anders is dan jij, Patrick. Want ik heb het nu ervaren. Ja. Wow, wat een verantwoordelijkheid. Opnieuw een gewicht op mijn rug. Ja. 10.000 kilo nu. Ja. Want nu moet ik aardig zijn. Dat moest ik al zijn. Dan nu op alle fronten, elk moment, in elke situatie. Ja. Want ik moet nu ook doen of ik het gezien heb. Ja. Nou, ik mag nu helemaal niet meer boos zijn. Ik mag helemaal niet meer naar die mooie borsten kijken. Want ik ben verlicht. Ik ben hartstikke verlicht, jongen. Ja, ja, ja. Ik heb het toch gezien, ik weet het toch. Dus het is nu toch... Ik moet dat nu toch leven. Ja. Nou, dus dat werd het volgende. Dus als iemand zei, ja, maar dat is toch wat ik voel, dat verdriet. Nee, joh. Rot op, dat is niet wat je voelt. Dat is wat je denkt dat je voelt. Oh ja. Hoezo? Ik voel het toch. Dus ja, dat durfde ik zo weg te maaien. Ja. Nou, dat heeft met liefdevolheid niks te maken. Het had opnieuw te maken met een ikje wat in stand moest blijven. Met Job die het had gevonden. Ja. Nou, Job heeft niks gevonden. Job is gewoon nog steeds het apparaatje. Hartstikke leuk in te passen in de beschrijving van typje 1 van het Enneagram. Mm-hmm. En zo doet hij, en zo handelt hij, en zo denkt hij, en zo voelt hij. Maar het is niet meer wat ik ben. En het blijkt dat ik nooit dat ben geweest. Ja. Het is nu gewoon het dingetje wat gezien wordt. Soms begerig, soms angstig. Soms perfectionistisch. Soms blij, soms bang. Ja, that's it. Ja. Maar het is geen bouwwerk. Het is geen bouwwerk meer. Want ik zeg wel dit jobje, maar ik heb het natuurlijk gewoon over dit lichaam. Ja. Dat geademd wordt en dat gebuikpijnd wordt. En dat laatst een hernia had, dat geherniaat werd. Ja. Maar die ik is er niet. Dat is de lastigheid van de taal. Je zegt al, kunnen we over die ik spreken. Mm-hmm. We hebben geen ander woord, maar ik is ik. Het kleine ikje is de grote ik met een hoofdletter. Dus geen ander ikje. Ja, maar ik voel nu buikpijn. Ja, dat ben ik. Er is geen Job die buikpijn heeft. Wat ik ben, is nu buikpijn zijn. Ik vul nu het leven, levendheid, is nu buikpijn zijn. Ja. Leven is nu angstig zijn. En nu mag het er zijn. Nu is er geen denkmodule meer met al zijn overtuigingjes die zegt, ja, maar dat mag er niet meer zijn. Ja. Ik mag niet angstig zijn. Zeker als verlicht typje mag ik niet angstig zijn. Joh, ga weg. Ja. Donder op. Als er angst is, is er angst. Maar er is niemand van wie die angst is. Ja. En lost de angst daardoor sneller op? Nou, het denken, het ikje, het denken is niks anders dan het ikje. Mm-hmm. Is niks anders dan het ego. Is niks anders dan de ziel. Is niks anders dan de geest. Dat is de wens dat dingen zich oplossen. Ja. He, dus... Oh, als het dan nu maar voorbij gaat. Oh, als ik dan nu maar niet meer begeerig ben. Oh, als ik dan niet meer, weet ik veel, door mijn perfectionisme gedreven word. Ja. Een soort van sportcommentator bij vanzelf al plaatsvindt. Precies. Ja. Ja, een totaal overbodige toevoeging. Maar heeft dat kracht? Nou, het lijkt zo, hè? Het lijkt zo te zijn, hè? In het verhaal van de persoon. Hè, dat is zeg maar de horizontale beweging, de beweging in de tijd. Daar, dat is de procesgang. In de procesgang, in het verhaal van de procesgang van het schijnbare Jobje dat dacht zijn leven te leiden. Ja, daar is de greep van de geest en van de overtuigingen. Die wordt daar steeds zwakker. Ja, zo lijkt het echt absoluut. Als ik boos ben op mijn vriendin. Oeps, komt even omhoog. Boos op. Het is weg. Dus wat erbij komt bij deze beweging, is dan deze. Ah. Joe. Here I am. Ja. It's now. Dit is het. Dit moment. Deze ervaring. Dit is wat ik ben. Deze ervaring. Ja, die mag er even zo uitzien. Natuurlijk. Kennelijk. Als hij er zo uitziet, dan ziet hij er zo uit. Ja. Maar het is dit. En het doet zich voor in dit. Ja. Er is gewoon dat wat plaatsvindt. Een angstgedachte. Iets heel fijns. Zin in een gebakje. Mwop. Smaak van koffie. Ja. Pijn aan mijn teen. Ja. Het grappige, Job, is dat wij dat allemaal herkennen. Want ik zat laatst in een restaurant.
zaten we gezellig aan zo'n barbecueplaat. Hè? En nou, de ene was een beetje chagrijnig, want die miste zijn vriendin. En de ander was een beetje op zijn telefoon aan het kijken. En nou, dat was nog niet echt, zeg maar, een gezellig sfeertje. Tot het moment dat er een of andere lamp naar beneden dondert. Op die bakplaat, glas, wijn. Ja. We waren helemaal, hè? Vanaf dat moment was het gezellig. Omdat we allemaal eens een soort van effe pats en klap in ons gezicht geven. Hier, nu. Ja. Je bent nu met z'n vieren bij elkaar. Eet, geniet, lekker, drink. In plaats van dat je aan je vriendin zit te denken, op je telefoon zit te kijken. Ja. Ja. En we kennen dat. Hè. We weten hoe lekker dat is. Om ineens, doelpunt. Ja! Ja. Helemaal in het moment. Hè? Ja. Ja. Ja, precies. We weten hoe fijn dat is. Absoluut. Eigenlijk. Absoluut. Alert. Nu. Aanwezig. Ja. En waarom is het zo fijn? Omdat we het zijn. We zijn het helemaal. We zijn niet een poppetje wat die stilte moet zoeken. Ja. We zijn de stilte, we zijn de aanwezigheid. Ja. Er is namelijk alleen maar aanwezigheid, dit. Mm-hmm. En daarin doet het schijnbare spel, het spel, al die woorden, daarin doet het gevoel zich voor, ja, maar ik zou nu even met mijn vriendin willen appen. Of ik voel me helemaal niet fijn. Ja. Of, Maar we zijn altijd dit. We zijn altijd dit. En dit is het gewoon, het waarnemen, dit is zien, gewaar zijn, al die prachtige woorden. Ja. Aanwezigheid, tegenwoordigheid, zoals Tony noemt, tegenwoordigheid, aanwezigheid. Dit is wat is, en nu blijkt deze beweging, het gevoel dat ik hier ben aangekomen met de auto en nu bij jou hierboven zit, en straks verder rijdt, dat blijkt zich voort te doen in dit. Het is tijdloos, het is direct, en daarom is het aanwezigheid. Ja. Het is dit moment. En daarom is er alleen maar genade. Ja. Want dit is de genade van aanwezigheid die het spel speelt in de tijd zich af te spelen. Ja. Dus, maar het denken, wat natuurlijk alleen maar dit kan kennen, die tijd, die oorzakelijkheid. Als ik nu maar even flink ga oefenen, dan ga ik misschien zijn vinden. Ja. Ah, prachtige gedachte, fantastisch. Maar dat is het zijn, lieverd. Dat is het zijn. Er is niet meer zijn dan er kan zijn. En dat is wat er nu is. Ja. Dat is één werkwoord. Er is alleen maar zijn. Maar het denken blijft het op een tijdlijn zetten. Die blijft zoeken naar formules. En die zegt dan, is dat genade? Gaan we dat dan krijgen? Nee, dat ga je niet krijgen, want dat ben je al. Dat is er nu. Maar het denken gaat zitten wachten. Ja. Natuurlijk. Die kan alleen maar wachten. Ja. Omdat het denken is zo'n heerlijk typeje die jou creëert op dit moment en zegt, ja, dat is allemaal leuk, maar nou wil ik het ook ervaren. Ja, 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 ja. Mag ik het ook beseffen, alsjeblieft, als dit nu het enige is? Hoe voel je dat dan? Waar zit dat dan? Ja, maar je bent het al lang. Je bent het al lang. Dus wachten is in veen. In veen. Ja, ijdel. Ja. Gaat never gebeuren. Ja, uitstel. Het uitstel van zien dat alles al is. Maar dat is het spel van het denken, de illusie creëren. Dat je ergens naartoe gaat, dat je ergens vandaan precies, komt. Precies, ik ben op weg. Oh, dan ben ik lekker bezig en heb ik gelukkig eerst het enneagram gevonden. Dan kan ik mijzelf helemaal leren kennen. En dan kan ik ook weten waar mijn knelpunten... Ja. Ah, en toen heb ik Brian Katie gevonden. Dan kan ik eindelijk al die 450.000 overtuigingen die mij sturen, die kan ik allemaal lekker gaan bekijken. En per keer in de post kan ik die rust vinden. Maar nee, maar nu... Nu weet ik dat ik het ben. Moment, hoe gaan we dat ons... Even nadenken hoe ik dat dan ga pakken. Ja, ja, ja. Hoe ga ik nou pakken dat ik het ben? Nou, om te beginnen laat ik het zien dat ik het ben. Dus ik word heel... Ja, ik moet nog aardiger zijn en ik moet nog geduldiger zijn. Verlicht gedrag. Waarom schieten ze niet op? Ja. En dan krijg je de volgende knel. Omdat het denken simpelweg jou zijn enige creatie... Zijn enige attribuut dat hij heeft in zijn spel van tweeheid, meent vandaar 3% of 3 graden onder nul te brengen naar daar 20 graden boven nul. Ja. Dat denken kan alleen maar een weg afleggen. Die is altijd bezig die trap op te lopen. Ja. Want daar is de verlichting. Ja. Daar schijnt de vrede. Dus die komt met een pad aanzetten. Ja. Maar dat is er niet. Dat denkbeeldig. Niet. Helemaal denkbeeldig. Ja. En die maakt het pad zo moeilijk als wat. Want ja, dan moet je natuurlijk het achtvoudige pad lopen. Ja. Of je moet er op zijn minst de uitstraling van Boeddha hebben. En zo niet, als je het dichterbij doet, toch zeker een tweede Tony Parsons zijn. Ja. Of een Byron Katie met een prachtige uitstraling. Ja. Dus het is nooit goed zoals het is. Dit kan het niet zijn.
hoe aardig ik je ook vind, hoe aardig ik mezelf ook vind, dit kan het nog niet zijn. Nee. Er moet nog iets gedaan worden. Nou, op het moment dat dit als het ware, dat verhaal doorklieft of doorstraalt, dat klinkt wat vriendelijker natuurlijk, en we moeten het heel vriendelijk houden van het denken. Als het vriendelijk is, is het goed, hè? Ja. Want het moet wel mededogend zijn. Oké, dus als het verhaal doorstraald wordt met de licht en liefde die we zijn, met dat wat nu opborrelt, dan geeft dat, dan werpt dat een ander licht op het verhaal. Dan werpt dat dus een ander licht op het idee of de overtuiging, daar zit Job en hier zit ik als Patrick. Ja. En is dan ineens alles liefde? Ja, dat is ook zo'n mooi woord, hè, waar het denken natuurlijk allemaal dingen mee heeft. Dus het is een beetje een tricky woord. Maar het is allemaal liefdevol. Het is allemaal goddelijkheid. Ja. Want het is het ene stralen. Ja. En zijn er nog gradaties? Nou, voor het denken wel. Ja. Natuurlijk. Je kunt van dit beetje stralen. Kun je toch zeker naar dat beetje stralen. Maar ik loop bijvoorbeeld op van, jij bent hier nu in dit geval. Dan zou het denken zeggen, de expert, de verlichte. Ik ben de interviewer. Meteen ongelijkheid, hè? Ja, maar voor die straal is het gewoon allemaal één pot God. Natuurlijk, want het is zichzelf. Ja. Dus hoe zou hier tweeheid in kunnen bestaan? Hoe zou er ongelijkheid in kunnen bestaan? Ja. We zouden dit hooguit kunnen typeren als het gesprek. Het is altijd het gesprek. Nu is het gesprek. Ja. Dan is het in de auto zitten. Ja. Dan is het angstig zijn. Ja. Dan is het pijn lijden. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Dan is het ruzie maken met je vriendin. Ja, natuurlijk. Maar het verschijnt in dit. Hè? Dus het ogenschijnlijke spel van Job die straks in Amsterdam zijn vriendin gaat bezoeken. En wie weet, zegt zij iets of denk ik iets en gaat het mis. Ja, ja, dat is het. Ja. Dat is dit. Ja. Maar wie zegt ons nou dat dit is? Nou, het zwijgen van het denken. Ja. Want het denken maakt van dit wat is, dat wat niet moet zijn. Ja. En dit wat is, ja daar, ginds, als we daar zijn. Als ik de perfecte relatie heb met mijn vriendin. Als ik niet meer geïrriteerd raak om wat zij doet of niet doet. Dus het denken gaat altijd uit vanaf een negatief startpunt. Er moet iets verbeterd worden. Ja, want dit kan het nog niet zijn. Dit is nog niet goed genoeg. Wat een arrogantie dan eigenlijk van het denken. Ja, maar het is ook heel leuk. Het is ook heel liefdevol wat je zegt. Want denken is de goddelijkheid zelf die niet verder kan zien. Omdat hij niet kan zien. Mm-hmm. Het denken kan alleen maar denken. En daarvoor misbruikt hij, kaapt hij de zintuigen. Ja. Dus hij denken zegt, ja, maar ik zie nou toch dat jij daar zit op een krukje en ik hier op deze comfortabele bank. Haha, ben ik een mazzelaar. Dus het denken kan niet zien, die kan alleen maar interpreteren. Ja. En daarvoor gebruikt hij die zintuigen. Ja. Maar uit dat spel van het denken kan alleen maar voortkomen het idee van het denken zelf, want elk idee is denken, hoort binnen zijn domein, is zijn eigen begrenzing en daarmee schijnbare afperking. Het denken kan alleen maar alles zien als gescheiden, als onderscheiden, als wat nog niet is. Want hij knipt alles, deze simpelheid van dit moment, deze stilte van dit moment natuurlijk, in stukjes. Ja. Het is de grote knipschaar die met zijn knipschaar eenheid zoekt. Knip, knip, knip. Maar hij weet niet beter. Nee. En hij mag zijn spel spelen. Ja. En dat is wat ik wilde zeggen. Hij hoeft dus niet weg, maar in veel tradities moet hij weg. Moet hij onderdrukt worden. Denk is de vijand. Als ik hem maar kan sturen, als ik hem maar in bedwang kan houden, dan heb ik niet meer die last. En nu zit ik ook niet meer met die overtuiging. Misschien gaat dat sneller dan ze alle 40.000 bekijken. Nee, lieverd, het is gewoon wat nu plaatsvindt. Ja. Ook dat, zoals alles, want er is niks anders. Dus elke ervaring is dit moment, is aanwezigheid. Dus ook de ervaring van, oeps, laat ik nog eens een slokje van mijn water nemen. Ja. Maar ook de ervaring of de gedachte, nou, ik heb wel buikpijn, ik ga volgende keer niet meer dat taartje eten. Ja. Ja, dat is het ook. Het is er al. Maar het lijkt, dat is het verhaal wat het denken zelf schetst, hè? Die schetste ik. En die schetste ik alsof het een instrument is in de handen van de ik. En alsof het een blijvend gegeven is. Alsof het een eigenstandige entiteit is. Iets wat bestaat los van wat is. Los van een wereld. Ja. Dus, dat geeft het gevoel, ik sta los van de wereld.
Dus dat geeft de illusie dat er een doorgaande ik is in een wereld die zich moet bedienen van denken om ergens te komen. Want nogmaals, dit kan het niet zijn. Dat is leuk hoor, maar dit kan het niet zijn. Nee. Na een uur gaan we ons toch vervelen hier samen. Ja. Dus hij weet niet beter. Ja. Maar als we eraan gaan rukken en sjoren en hem zijn mond gaan doen houden en wegdrukken en wegmediteren. Ah, dan is hij heerlijk bezig. Ik ben aan het mediteren. Even kijken, is het al stil daar? Even zien hoor. Wat zakken, nee, nog hartstikke veel gedachten. Nou, nog even. We gaan even door. Ik kom wel. Ik laat me zomaar niet kennen. Enfin, dus het is eenvoudig het voortzetten van het spel waarin het denken meent de enige op de troon te zijn, de dominante factor te zijn, ja. De stuurman die elk moment dat nu is eenvoudigweg voorziet van interpretatie en dus dit onzichtbaar maakt, er een deken overheen hangt. Ja. En dus zegt, ja, allemaal mooi die woorden en al die heilige jongens en meisjes, maar ik zie dit toch helemaal niet, dus ik moet toch verder gaan met zoeken. Ja. Nou lieverd, dan ga je toch fijn verder met zoeken. Dat maakt niet uit, want dat is precies wat er gebeurt. Ja. Dat is namelijk dit. Ja. Die idee, ik moet nu zoeken, ik moet naar boven om te mediteren. Ja, dat is dit, want het komt al op in dit. Het is al de gedachte van dit. Want er is niemand anders die een gedachte kan hebben dan dit wat is. Ja. Wat jij bent, aanwezigheid, eenheid, liefde. Ja. Doet me denken aan een uitspraak die ik wel eens van Indianen gehoord heb. Ja, niet rechtstreeks, maar via een boek. Ja. Ik verschijn niet in de kamer, de kamer verschijnt in mij. Ja. Dus laten we zeggen, wat wij zijn is nog nooit ergens naartoe gereisd. Nee. Alles. Gaat ook niet gebeuren. Verschijnt daar gewoon in, hè? Ja. Vinkeveen, Amsterdam, glaswater, camera, interview. Ja, ja. Maar Amsterdam en Vinkeveen verschijnen als gedachte. Glaswater verschijnt als beeld. Mm-hmm. En die gedachte, dat is interessant, dat lijkt dus iets anders te zijn dan een beeld. Mm-hmm. Want het gaat over iets wat hier nu is. Mm-hmm. Ik zie hier geen Amsterdam. Nee. Misschien mis ik iets, maar mm-hmm. dat is er niet. Hè? Dit kunnen we nog zeggen, oké, glaswater. Dat ja. is wat nu plaatsvindt. Mm-hmm. Maar Amsterdam vindt niet plaats. Nee, alles vindt plaats op de ene enzelfde manier als gedachte. Dus daar komt nu de gedachte op, Amsterdam. Ja. Oké, dus dit wat nu is, dit moment, dit enige unieke moment, waarin dus de kamer verschijnt, daarin verschijnt ook de gedachte Amsterdam. Ja. Dus een gedachte is ook weer niks anders dan glas. Want het blijkt allebei dus een beeld te zijn dat nu verschijnt in wat is. Ja. En het heeft dus 100% het DNA van wat is. Ja. Ja. Job, op jouw website staan prachtige teksten hierover. Onder andere ook de artikel uit Inzicht. Zou jij, want één trof mij zo, zou jij die voor willen lezen? De brief aan het denken. Oh ja, oh, dat is een leuke. Dat is een heel mooi stukje. Ja, dat is een leuke. Dank je. Even de fok af. Is dat lang? Eén A4'tje. Oh, ja. Oké. Okay. Geacht denken, ik richt mij eventjes tot het derde oog. Ja. Geacht denken. Toen jij er nog niet was, want ik spreek jou aan, jou daar in dat oog. Toen jij er nog niet was, was er niets aan de hand. Het was the calm before the storm. Oh ja, dat liedje was toen natuurlijk helemaal in. Toen kwam jij je langzaam aanmelden en dat heb ik gemerkt. Je vertelde me wat alles was. Je leidde me door situaties en je loste problemen op. Je bepaalde steeds meer mijn leven en hoe ik me voelde. Je hield me voor wat goed en wat fout was voor mij, maar je dicteerde ook in toenemende mate wat ik goed deed en wat verkeerd, wat ik hoorde te doen en wat ik absoluut moest laten. Dankzij jou wist ik hoe ik goed en slim kon zijn, welke richting ik uit moest en wat ik moest doen om een tof typeje te worden. Je hield me voor welke weg een veilige is en welke naar vrijheid, blijheid en geluk voert. Gaandeweg kon ik niets meer zonder jou. Jij nam mijn leven over en je stuurde en beoordeelde alles. Je nam mij feitelijk over en bepaalde het leven. Ik was totaal vergeten hoe het zonder jouw stem en zonder jouw ideeën en overtuigingen was. Maar nu ik je leerde kennen en de moed had goed naar je te kijken, nu herken ik je. En nu ik je steeds beter leer kennen, begin ik ook mezelf weer te zien zoals ik ben.
Er toont zich nu een diepgaande en alomvattende calm after the storm. Ik zie nu hoe jij daar danst en springt, hoe je je rol van ik speelt. Ik zie hoe je op het ene moment verbaasd bent en op het andere moment verheugd, hoe je soms puur blij bent en soms ronduit boos. Ik zie dat als je honger hebt, je je voedt met verhalen. Mooi, mooi, wonderbaarlijk mooi, al die bewegingen. En hoe onbelangrijk tegelijk. Ik schrijf je om me te verexcuseren. Ik heb eerst nog zoveel jaren tegen jou gestreden. Ik werd degene die eisen aan jou ging stellen. Ik wilde dat je eindelijk je kop hield. Niet overal iets van vond en mij gewoon met rust liet. Sorry, ik heb je zeer onheus behandeld. Je bedoelde het goed, maar wist ik veel. Ik werd gek van je en wilde je op andere gedachten brengen of laten zwijgen. Ach, wat een verspilde moeite en wat dom ook. Want wat ik niet begreep, was dat ik me jouw stem eigen had gemaakt. En jouw overtuigingen en visies ongemerkt tot de mijne had gemaakt. En dat vechten voor mijn vrijheid leidde juist tot mijn gevangenschap. Mijn niet willen van jou, onschuldig denken, gaf me jou juist. Mijn weerstand tegen jou kluisterde mij juist aan jou. Alsof we één en hetzelfde waren. Ik vocht met jouw wapens tegen mezelf, terwijl het jouw wapens waren die mij hadden gevormd. Maar nu ben ik groot geworden en volwassen. En nu zie ik jou simpelweg je onvermijdelijke bewegingen maken. Ik kan nu zien hoe jij te werk gaat. Hoe jij de gedachten die neutraal en betekenisloos voorbij komen, vastgrijpt en ze eigen maakt. Door er je eigen sausje, geur en kleurstof aan toe te voegen. En hoe er steeds meer ongezonde E-nummers aan toegevoegd worden om je gefantaseerde creaties te conserveren. Ik zie nu dat je gedachten en uitspraken letterlijk neemt. En zo een abstracte, eigen wereld maakt gevuld met abstracties en concepten. En dat er zo sprake lijkt te zijn van een persoonlijke geschiedenis en van ontelbare van elkaar gescheiden gebeurtenissen. Ik liet me door jouw definitie van bijvoorbeeld stilte weerhouden deze rechtstreeks en gratis te ervaren door haar in plaats daarvan juist na te jagen. Van wat je omgeeft, maakt je het idee omgeving. En vervolgens ga je er je verbeter- en veranderspelletjes mee spelen. Heel serieus. Je creëerde tegenstellingen, losse puzzelstukjes. En je ging die bijsnijden naar eigen inzicht. Zo bouwde jij je eigen droomwereld en hield die voor werkelijk bestaand. Ik zie nu hoe je mij verontrustte. Door verschillen te verzinnen en die dan te becommentariëren. Nu kan ik zien hoe je overal iets van vindt en daar dan ook weer iets van vindt. Je klinkt soms mooi, soms lelijk, maar steeds weer wil je dat er iets gebeurt. Dingen en mensen moeten beter en anders, volgens je eigen verzonnen definitie. Je wacht op de toekomst. En weet je, ik begrijp je. Want wat ik nu zie, herken ik als het allermooiste dat er is. En ik begrijp dat jij dit niet zien kan. Je hebt er wel een idee over, een abstract concept, maar je valt er niet mee samen. Dus logisch dat je doet zoals je denkt en denkt dat je doet. Maar omdat ik je niet meer hoef te bestrijden, heb ik je nu lief. En ik kan je zeggen, wees maar gewoon stil. Je mag je sprongetjes maken, maar het hoeft niet. Want het helpt niet. Ik kan je troosten zoals je mij getroost hebt. Maar wel door je het tegenovergestelde te zeggen van wat je mij altijd zei. Het is al goed. Er kan niets anders gebeuren dan er nu al gebeurt. Hoe hard je ook je best doet. Er is geen toekomst. Zie gewoon wat er nu is en accepteer dat alles vanzelf gaat en dat jij niet nodig bent om dingen te laten plaatsvinden. En als je mijn woorden aantrekkelijk vindt, onthoud dan gewoon dat je niet weg hoeft, dat je niets hoeft op te lossen en dat al je ideeën en emoties simpelweg door mij gezien worden. Weet dat het mooi en oké is wat je doet, maar dat ik je activiteiten ken als onschuldige en betekenisloze wolkjes die in mijn onbezoedelde lucht voorbij trekken. Nu. Ik zie nu dat je mag rusten en stil mag zijn.
En dat je ook door mag gaan met te doen alsof je losstaat van je omgeving en zaken moet veranderen. Als je er zelf genoeg van hebt, kom je misschien in mijn ruimte liggen. In stilte zijn. En staak je je drukke activiteit van het zoeken en van het afwijzen van wat er is. Als je moe en der dagen zat bent, kom je maar hier. Hier is het mooi en levendig. Hier ben je volledig vrij en hoef je niets meer en heb ik niets meer van je nodig. Dankjewel, Job. Heeft Denk ook een brief teruggeschreven? Nee, die zweeg in alle talen. Ja, af en toe roept hij, ja maar. Ja. Prachtig. Doe maar liever. Ik zie dat je de tekst nog een keer terug wil lezen op jobelsen.nl, daar is hij terug te vinden. Job, jij bent ook eventueel bereid om naar mensen toe te gaan. Je geeft ook wel eens een bijeenkomst, hè? Lelystad? Ja, Lelystad. Wanneer is dat meestal? Dat is meestal op vrijdagavond. En waar precies? In het Siddadorp. Oh, dan kun je lekker eten. Dan kun je lekker eten, ja precies. Ja. Ja, Frans Langekamp zit daar ook, hè? Dat denk ik wel. Ja. En ik doe het dan bij een vriend thuis, Kees, die daar woont. Ja. En dan trakteert hij me vooraf altijd op een lekkere maaltijd. Inderdaad. Vegetarisch, hè? Heerlijk. Ja, dan kun je lekker eten. Ja. En Nieuw-Vennep? Dat is op dinsdagavond, de eerste dinsdag van de maand. Ja, die andere is de eerste... Eerste vrijdag van de maand, maar dat valt nog wel eens... Dat schuift toch wel eens op vanwege de drukke activiteit ook van Kees. Dus het is raadzaam om gewoon even van tevoren te bellen. Ja. En als er mensen zijn die persoonlijk met jou in contact willen komen, dan sta je ook open voor, hè? Ja, absoluut. Ik zal je e-mailadres, als je het goed vindt, even onder het filmpje zetten. Dat mensen contact met je kunnen zoeken. Ja. Want ik begreep van je site, als er nou mensen zijn die met meer dan 10 mensen zijn, dan ben je bereid om zo... Ja, ik noem maar een aantal. Ja. Een paar mensen is fijn, dat is leuk, dat is levendig. En dan vertel je er net zo gepassioneerd over als nu. We zijn alweer een uurtje verder. Zo hé. Hartstikke bedankt. Nou, graag gedaan. Dank voor je fijne interview. Tof.